Kitman. De Kitman in Spain. Marco Rauw en Frits Hartemink zijn twee materiaalmannen van Vitesse. Beide mannen zijn deze week mee op trainingskamp met Vitesse in Spanje. De vaste materiaalman Marco Kamphuis is ziek en kon daarom dit keer niet mee. Om alle materialen mee te nemen, reisden Marco en Frits, in tegenstelling tot de spelers, niet met het vliegtuig naar Orihuela Costa. Nee, wij zijn met de bus gegaan, net als vorig jaar. We zijn 3 uur vertrokken. En we zijn tot Tarragona doorgereden, s'avonds 7 uur. En de volgende dag het laatste stukje. En zondagmiddag om 2 uur aangekomen. Marco, laatste 125 km. Klein stukje nog. Ja, Marco is verantwoordelijk, of toen is verantwoordelijk voor het buitengebeuren, dus het veld, materialen en ik voor de kleding en de wedstrijdomlijsting. Ja. Betekent dat Marco, als de training begint, zet hij alles klaar en hij ruimt alles op? Ja, Marco is dan een uur eerder als de jongens op het veld en die zorgt dat alles klaar staat en ruimt het weer op. Hoe laat begint zo'n dag voor jou, Marco? Vanmorgen? Ja. 7 uur. Dan gaan we alles kijken, alles er is, kijken hoe het veld is. Moet er gesproeid worden, is alles klaar. Je wil het goed hebben voor de trainer, voor de jongens. Je ziet, ik heb zelf alles klaar staan. Dus verder klaar om te trainen alleen. Hey Marcootje! Geert, was die hier niet? Sube. Ay, no tiene correa, la correa. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Dat zeg ik. Sjoerd, ga zitten. Frits, hoe is het voor jullie om een week in Spanje te werken? Oh, op zich niet verkeerd deze tijd van het jaar natuurlijk. Want ja, ze zeggen, het is werk, maar het is wel werk in 22 graden in januari. Ja. En dat is niet verkeerd. Je weet waar heen, vriend, hè? Ja. Ja, ik zit ernaast en... Ja, dat is goed. Succes. Was het? Dat was het. Is het heel anders als in Nederland het werk? Nee, op zich is het niet anders. Alleen de locatie ken je niet van tevoren als je erheen gaat. Dus ik bedoel de wedstrijdlocatie. Dus dat is altijd improviseren en op tijd weggaan. Want je weet nooit wat er gebeurt. Dus dat is altijd anders. Als we naar Ajax gaan, Feyenoord, PSV, waar dan ook, weten we hoe het is. Frits en Marco vertrekken vrijdag vroeg in de middag naar de locatie waar Vitesse later in de middag moet spelen. We gaan naar La Manga voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Nu 1 uur precies. Aan de cola. Hoeft niet dat? We houden altijd aan 3 uur van de voorgang aanwezig. Dus 3 uur voordat de wedstrijd begint zijn wij aanwezig in het stadion. Vroeg vertrekken heeft een goede reden. Er kan namelijk altijd wat gebeuren waardoor je vertraging oploopt. Okay, dat is een van de redenen waarom we 3 uur van tevoren aanwezig willen zijn. Hier heb ik alles mee, goed. Alles. Je ziet hoeveel dat is. Hè? Vitesse wint met 2-1 van Anderlecht en daarmee sloten ook Marco en Frits het trainingskamp af. Zij kunnen zich nu gaan opmaken voor een lange reis naar huis. Ik weet niet, we laten ons verrassen. In eerste instantie hadden we de gedachte om gelijk weg te rijden naar de wedstrijd, maar dat doen we toch maar niet. Want dat lijkt me niet verstandig. Nee. Dus... Wanneer gaan jullie nu terug? We rijden vanaf om 4 uur terug. Dus na de wedstrijd gaan we eten en dan gaan we slapen en dan rijden. En wanneer kom je dan weer in Nederland? We hopen rond 2 uur zondagmiddag. Maar dat is afhankelijk van de grens.